Wil jij filmpjes voor je bedrijf gaan maken, maar heb je last van cameraangst? Wil je zelf liever niet in beeld komen? Of ben je een perfectionist zoals ik? En ben je nooit tevreden over je video's als je ze terugziet, omdat je je een keer hebt versproken of omdat je haar niet goed zit of omdat je jezelf stom vindt klinken? En staat je video daarom nog steeds niet online? Nou, in deze video deel ik 3 tips die je gaan helpen om video's te maken als je cameraangst hebt of perfectionist bent. En op het einde van deze video deel ik ook welke app onmisbaar is als je niet zo goed weet wat je moet zeggen. Dus blijf vooral kijken. Ja, ik dacht, laat ik mezelf eens uitdagen en dit vieze stinkweer trotseren en een video buiten opnemen. Het lukt me namelijk nooit om een hele dag binnen te zitten. Daar krijg ik helemaal de kriebels van. Dus ik ga elke dag wel een ommetje maken of een fietstochtje door de stad maken. Of zoals nu een wandeling door het Vondelpark maken, waar ik vlakbij woon. Maar goed, waar ik het vandaag over wil hebben is cameraangst. En ik zie dat heel veel ondernemers daar last van hebben. Van die angst om niet goed genoeg te zijn. Of angst om niet leuk gevonden te worden. Of ze zijn bang dat hun video niet goed genoeg is. Of ze zijn bang voor negatieve reacties. En ik ken het fenomeen, want ik heb er ook heel lang last van gehad. Dat ik dacht, nou, wie zit er nou op mij te wachten? En straks vinden ze het helemaal niks. En soms was het zo erg dat het niet lukte om die video online te zetten. Of om een nieuwe video te maken. Totdat ik merkte van nou, het gaat er helemaal niet om dat je de allermooiste video maakt. Maar het gaat er gewoon om dat je de juiste video's maakt. En dat hoeft dus niet per se een super gepolijste video te zijn. En dat brengt me gelijk bij de eerste tip. De eerste tip is ga gewoon beginnen. Want er is altijd een begin nodig. Ja, als je iets nieuws wilt gaan doen. Je wilt video's gaan maken. Of je wilt gaan bloggen. Of je wilt een online training maken. Je wilt een potentiële klant gaan opbellen of je wilt voor het eerst je product of dienst aanbieden. Dan heb je natuurlijk altijd een begin nodig. Dus begin gewoon vandaag en niet pas morgen of na de vakantie of nadat je een nieuwe training hebt gevolgd of nadat je nog meer hebt geoefend. En wil je een video opnemen, pak gewoon je smartphone erbij en neem je video op en deel je video op je Facebookpagina of op je LinkedIn profiel. En ik zal je straks ook de app delen die daar heel handig voor is. Maar het grootste probleem is dus dat als we iets nieuws willen gaan doen, dat we het meestal helemaal perfect willen hebben. Maar het is natuurlijk onmogelijk om iets nieuws te beginnen en het dan meteen helemaal perfect te doen. Ja, als ik nu naar mijn eerste video's kijk, dan denk ik ook, my lord, wat verschrikkelijk om terug te zien. Maar goed, ik ben begonnen en ik heb mezelf verbeterd. En ja, hoe tegendraagt het ook eigenlijk voelt. Het allerbelangrijkste is gewoon om te gaan beginnen. En jezelf ook de tijd te gunnen om jezelf te verbeteren. Hè, waar je ook maar mee wilt gaan beginnen. Of het nou met video is, of het schrijven van nieuwsbrieven, of het aanbieden van je producten en diensten. Hè? En wees ook niet te streng voor jezelf. Hè? Als je een keer verspreekt in je video, ja, maakt het je video dan minder waardevol voor jouw kijkers? Nou, volgens mij niet. Hè? En ik ga binnenkort iets nieuws lanceren en ik weet nu al dat ik mezelf enorm in de weg ga zitten. Want ik wil het beter en het moet perfect. En wat als ze het niks vinden? Wat als ze zich gaan uitschrijven? En kan ik het toch niet beter later gaan doen of een andere keer of toch misschien helemaal niet? Maar toch is er één gedachte die het verschil maakt. En dat is gelijk tip 2. Zet je kijker centraal en niet jezelf, want dat is eigenlijk egoïstisch. Hoe meer je je door angst laat leiden, hoe meer je eigenlijk met jezelf bezig bent. Hè? En als je denkt van wat als niemand het leuk vindt, wat als niemand kijkt, wat als ik vervelende reacties krijg. Nou, dan ben je dus eigenlijk meer met jezelf bezig dan met de ander. En we zijn juist ondernemer geworden omdat we het verschil kunnen maken voor de anderen. En dat is waar het om draait, om onze klanten en niet om onszelf. Dus probeer je wat minder druk te maken om jezelf en zet juist je kijker centraal. En dan nog een laatste tip. Bereid je goed voor.
Als je het gaat doen, zorg er dan voor dat je goed bent voorbereid. Een video is niets meer dan een middel om je boodschap over te brengen. Vraag jezelf dus eerst af wat je wilt bereiken met je video en waarom kijkers zouden moeten kijken. Geef je kijkers echt een reden om te kijken. En zoals beloofd deel ik ook de onmisbare app voor als je niet zo goed weet wat je moet zeggen in je video. Of als je je tekst gauw vergeet, dan is er een hele goedkope oplossing waar je eigenlijk niets meer voor nodig hebt dan je smartphone. En dat maakt het opnemen van je video gewoon een stuk makkelijker. En in dit artikel op verdienenmetvideo.nl zie je welke autocue app ik op mijn iPhone gebruik. En ik geef ook een tip voor mensen met een Android smartphone. Wil je nou meer video's zien over verdienen met video? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal en klik op de bel naast de abonneerbutton. Dan krijg je een melding als ik een nieuwe video heb gepubliceerd. En ik ben heel benieuwd. Wat ga jij doen om niet binnen te blijven zitten, maar jezelf te laten zien en de kou te trotseren? Waar ga jij je eerste video over maken? Dus laat het me even weten in een reactie hieronder. En ik ga nu lekker naar binnen, want ik heb het koud. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!